Dankjewel. Ja, ik denk dat die zo wel goed staat. Ja? Ja. Ik heb hem echt gewoon vol openstaan. Oké, nou dan. Oké, ja, dan ga ik mezelf gewoon wat zachter zetten en dan klopt het ook ongeveer. Level op, dan halen we eruit. Ja, helemaal top. Ja, ready? Ja. Mooi. Is dit alweer de 46e Sharktalk? Kijk. Ik ben nog geen jaar bezig. Ik zit al gewoon op 46. Wauw. Ja, dat is snel gegaan. Voor iedereen die luistert, dit keer geen beeld, gewoon puur alleen maar audio. Dus als je nu zit te wachten tot die fade-out komt van het plaatje met jouw gezicht erop, gaat niet gebeuren. Blijf gewoon de gedurende de podcast zo staan. Dus wil je luisteren op iTunes, Stitcher, Spotify, staan we ook op. Dan kan dat ook in plaats van op Facebook of YouTube, want er komt geen beeld bij. Af en toe hoor je auto's voorbij komen, motors hoor ik nu. Ik weet niet hoe goed ze doorkomen in de microfoon, maar we zitten aan een redelijk drukke weg. Ja, ja? Echt een busbaan ook. Een wel. Busbaan, ja. Oh ja, dat, oh ja, dat ben ik net voorbij gelopen zelfs. Ja. We zitten in het centrum van Utrecht. Mm-hmm. Met, moet ik goed zeggen, Lisa, ja, Hansa. Dat klopt helemaal. En de ene is een Z en de andere is een S. Ja, Lisa, ja, met de Z, Hansa, ja, met de S. Ja, ik moest dat toch even twee keer nakijken toen ik dat aan het intypen was. Terwijl het niet hele vreemde namen zijn, maar nee, het, is, ja. Het kan in beide gevallen geschreven worden, denk ik, toch? Klopt, ja, ja. Lisa met de S komt zeer vaak voor, ja. Ja. Ja, wij kennen elkaar niet. Wij kennen elkaar alleen via een chat, omdat ik een berichtje stuurde. Wij moeten een keer praten. Ja. En dat was eigenlijk de introductie voor deze podcast eigenlijk. Want ik zag een crowdfunding-campagne op Voor de Kunst. Ja. Voor de Kunst is een crowdfunding-website voor Nederlandse artiesten. Die een plaat willen maken, een videoclip willen opnemen, een ander kunstig project willen doen. Maar ik scroll meestal door de muziekcatalogus, zal ik het zo zeggen. Mm-hmm. En daar kwam ik een crowdfunding-campagne van jou tegen. En ik ben dan die gek die 's avonds laat was dat volgens mij ook nog. Zou wel kunnen, ja. Gewoon af en toe is van die Kickstarter, Indiegogo's en Voor de Kunst is ook gewoon doorscrollt. Ja. Dus kijk wat er te doen is en wat er te zien is en wie geld nodig heeft, hoe stom dat ook klinkt. Want daarvoor begin je toch ook een crowdfunding campagne. Ja. Ik ben ook gewoon maar een student, heb ook niet al te veel geld. Maar ik wil wel gewoon altijd een paar euro doneren aan de mensen die toch de toekomst voor de muziek vormen. Waar ik zelf natuurlijk ook in wil. Dus dan zou het heel logisch zijn om de muziek daarin in te steunen. Mm-hmm. Want jij ging een crowdfundingcampagne starten. Yes. Voor een langspeler. Een langspeler? Een album bedoel je? Een album, ja. Sorry. Klopt, ja. Een album. Maar er zat een verhaal achter. Mm-hmm. En daar werd ik wel door getriggerd, moet ik zeggen. Ik weet niet hoe snel het anders zou door hebben geklikt. Mm-hmm. Maar ik denk dat je het beter zelf even kan introduceren. Ja, oké. het verhaal achter dat album is dat het geïnspireerd is op mijn adoptieverhaal. Ik ben 2 jaar geleden voor het eerst teruggegaan naar India, dus mijn geboorteland. En voor die periode en na die periode struggelde ik met heel veel gedachten en emoties en gevoelens en vooral het niet wetende en wat me een beetje somber maakte eigenlijk. Muziek was voor mij, vind ik altijd iets heel erg fijns om te luisteren van andere artiesten. En toen ben ik gewoon gaandeweg zelf begonnen met gitaar spelen en ben ik ook van nature zeg maar liedjes gaan schrijven. Ik kon die emoties dus rondom die moeilijke periode daarin kwijt. Mm-hmm. En nou ja, over de hele periode kwam ik uit op 10 liedjes ongeveer. En ik ben wel eens gaan deze optreden en toen kreeg ik heel veel mooie reacties daarop. En dat ik zoiets had van oké, dit is wel heel mooi en anderen vinden het ook heel mooi, dus... Waarom ga ik het gewoon niet opnemen en verder arrangeren? En dan is dat stukje voor mij ook weer afgesloten. Kan ik weer andere muziek maken, dat ook. Dus dat is het verhaal eigenlijk achter dat album. En daar was dus heel veel geld voor nodig, voor die studio-sessies. Ja. Dus vandaar.
Oké. Laten we even een paar stappen terug doen. Ja, dat is heel veel natuurlijk. Nee, dat is alleen maar goed. Want deze podcast gaat over drie dingen. In ieder geval, die drie topics had ik opgeschreven. Oké. Dat had ik je ook gezegd, denk ik. De ene kant is adoptie, daar zullen we daar nog wel op terugkomen. Mm-hmm. Misschien als het zwaarste onderwerp of het meest interessante onderwerp vanuit mijn kant. Ja. Muziek en crowdfunding. Ja. Laten we met muziek beginnen, lekker makkelijk. Doen we dat. Want je zegt al, je bent die crowdfundingcampagne begonnen. Ja. Maar je maakte al muziek. Ja. Wat is jouw muzikale achtergrond, verhaal? We zitten in Utrecht. Ga je mm-hmm. naar school, naar muzikale mm-hmm. school? Nou, dat is grappig inderdaad. Ik heb absoluut geen muzikale opleiding gevolgd. Okay. In die zin aan de hogeschool of van de kunsten hier in Utrecht of zo. Maar vroeger, ik weet niet, ik vond het fijn om achter de piano te kruipen en dan wat covers te spelen. Gewoon opeens 3 jaar geleden ben ik begonnen met gitaar spelen. En toen werd ik getriggerd om zangles te gaan volgen. Dat kwam via een vriend, zeg maar. Ben ik bij de zangschool terechtgekomen en toen ben ik liedjes gaan schrijven. Oké, wacht. Je bent piano gaan spelen, covers. Ja. Zong je daar toen ook al van zelf bij of was het alleen nog maar instrumentaal? Ja, ik zong daar ook bij, ja. We hadden van die muzieksheets waar dan de tekst boven staat. Ja, precies dat. Ik had die vroeger ook. Mijn zus speelde piano, ik totaal niet. Maar ik zei op een gegeven moment tegen haar waar ze C en de rest heb ik uitgevogeld. Mm-hmm. Maar ze had dan allemaal van die maand, kreeg je een aantal van die sheets binnen of zo. Ik weet niet hoe dat vroeger werkte, maar is dat nog steeds zo werken? Ja, mijn zus kreeg ze ook inderdaad binnen en dan speelde ik ze van haar. Oké, nou ja, hetzelfde dus. Ja. Wat triggerde je dan om een gitaar op te pakken? Want van piano naar gitaar? Ja, dat is een hele grote stap. Ik had ook nooit verwacht dat ik überhaupt gitaar zou kunnen spelen. Dat is heel gek, maar ik moest op een kat van een onderbuurvrouw passen en daar moest ik dan af en toe wat langer bij zijn, anders is hij natuurlijk zo eenzaam. Ja, ons alleen maar eten geven en we weg. Ja, dat is een beetje, dat werd hij niet gelukkig van. En daar stond een gitaar en toen heb ik die gepakt en dan ging ik even op de bank chillen en wat speelde ik wat tonen en dat klonk heel mooi. En ik dacht, oh, er komen ook zinnen in me op en dan zong ik wat en ik vond het mooi klinken. En toen dacht ik van, nou, waarom probeer ik het gewoon niet? En dan ga ik even naar de gitaarwinkel, een beetje inventariseren. Even rondkijken wat een mooie gitaar is. Nou, en toen vond ik deze gitaar en die klonk al heel erg mooi vanuit zichzelf. Was ver boven mijn budget. Maar ik heb hem toch gekocht. Uiteraard. Ja, ik heb hem toch gekocht. En toen ben ik alleen maar meer en meer gaan oefenen en spelen en verkennen eigenlijk. Dus gewoon volledig zelf tot? Gewoon zelf? Ja. Oefenen, eigenlijk wel, ja. Is dan YouTube een uitkomst? Of, ja, zeker, ja. In het begin heb ik het vooral zelf opgepakt, maar nu bijvoorbeeld om covers te spelen of zo, dan is YouTube gewoon een hele goede leraar. Ja. Heerlijk dat gewoon kan, hè? Ja, fantastisch. Ja. Want dan speel je weer covers. Wat voor liedje speel je dan? Op zo'n moment, tot je dan begint? Qua covers? Ik hou van de typische singer-songwriter muziek. Dus nu ben ik toevallig bezig met een liedje van Ben Howard. Maar ik heb ook wel Ed Sheeran gespeeld. Of wat heb ik nog meer gedaan? Lucy Rose. Dat eigenlijk wel. Ja. En had je toen ook al een drang van, oké, ik kan nu gitaar spelen, ik wil ook een podium op? Nee, dat vond ik allemaal heel erg spannend. Dus het was gewoon lekker thuis in de woonkamer? Ja, veilig. Ja. Waar niemand het hoort. Maar je zegt ook dat je eigenlijk al meteen liedjes in je hoofd kreeg, teksten. Mm-hmm, ja. Waar kwamen die vandaan dan? Wat was het dan? Geen idee. Werkelijk geen idee. Gewoon, ik speel dan, ik tokkel wat op de gitaar en dat vind ik mooi klinken. En dan of komt er een melodie in mijn hoofd of ga ik mee neurien en dan vaak pak ik een wit vel papier erbij. En alles wat in me opkomt aan woorden of zinnen, dat schrijf ik op. Dus het is nooit altijd standaard bij elkaar passend of zo. Nee, oké. Gewoon de creaties eerst en dan structureren en kijken hoe het... Dan bijschaven, ja. Want je zegt dat is 3 jaar geleden. Mm-hmm. Dan begin je met gitaar spelen. Nou, ik denk niet dat je na 1 week kan gitaar spelen. Hoe lang duurt het dan voordat je eerste nummer een beetje naar je eigen hand had gezet? Ik heb vooral in het begin heb ik een aantal Engelstalige liedjes geschreven op de gitaar. Mm-hmm. En dat
Ik weet niet. Ik kan niet meer zo goed bij eigenlijk bij die tijd. Maar ik denk dat ik een paar weken over een liedje deed of zo. En okay. Dat ik dan tevreden was. Ja. Okay. Maar dat is gewoon oefenen. Ja. En oefenen. Ja. Want dan heb je die gitaar zelf gekocht. Dan heb je, met de gitaar heb je niet heel veel meer nodig. Hè? Af en toe nieuwe set strings en dan kun je weer verder. Ja, inderdaad. Je had al covers gespeeld, zeg je. Daarvoor mm-hmm. in ieder geval ben je gaan oefenen. Mm-hmm. Dan ga je eigen nummers maken. Was er toen al iets van, ik wil hier dan ook mee door? Of is dat dan op zo'n moment nog van... Nee, het is niet dat ik in eerste instantie ambities had of zo in de muziek. Of dat ik zou gaan optreden. Ik vond het vooral heel erg spannend en eng. Maar muziek is wel een soort van beetje een liefde voor mij of zo. Mm. Dus op het moment dat ik ging zanglessen... heeft die docent mij doen overtuigen van... als je nou gewoon wekelijks structureel lest... Dan kom je langs een bepaald leerpunt heen. En nou ja, ik ben haar daarin gevolgd en... van het een kwam het ander, zeg maar. Want waar heb je dan zangles genomen? Bij de Vocal Arts Academy in de Meren, vlakbij Utrecht. Oké. Ja. Dus iedere week even op en neer. met de bus. Uurtje? Half uurtje. Half uur. Ja, maar dat was goed genoeg. Ja. En wanneer was dat dan in die tijdsperiode tussen 2 jaar geleden en nu dan? Of was dat al redelijk snel nadat je de gitaar had volgens opgepakt? Mij... Ja, eigenlijk wel inderdaad. Ik had die gitaar in de zomer gekocht van 2015 of zo, als ik het zeg, of 2014, ik weet het niet meer zo goed. En toen ben ik rond oktober begonnen met zanglessen. Dus dat volgde elkaar echt heel snel op dan? Ja, ja. In principe wel, ja. Dus wel ergens gaat er dan een vonkje aan, blijkbaar. Waarschijnlijk, ja. Ja. je zegt dat je 2 jaar geleden, zeg ik het goed, mm-hmm. die reis hebt gemaakt? Ja, dus 2017. 17, ja. Ja. Okay. Dus dat even een tijdsprovisioneer. Je was er nu ongeveer een jaar, anderhalf gitaar spelen en zingen erbij. Ja. Had je toen ook al nummers die een beetje dat thema aan gingen raken? Ja, mijn eerste nummer schreef ik volgens mij in juni 2016. Dus een jaar voordat ik daadwerkelijk naar India ging. Dat was februari 2017 dat ik naar India ging. Oké. Okay. Ja. En dus dat zijn dingen die echt uit je hoofd moeten... Dat je op wilt schrijven, die je mm-hmm. wilt vertalen naar muziek. Ja. Ja. Terwijl als je singer-songwriter liedjes pakt, gaat over de liefde, over het algemeen. Vaak wel. Vaak wel. En ja, ik weet niet hoeveel thema's die nog meer hebben. Maar mm-hmm. was het dan ook zoiets van, ik mis dan iets? Is het dan ook iets waarvan je dat miste in de muziek die je luisterde zelf? Van, ik kan daar niet een raakvlak vinden... Oh, mag die manier. Nee, eigenlijk niet, want waar ik over schreef is ook gaat over accepteren en verwerken. Dus dat heb je bij de vaak heartbroken songs ook, ja. Dat verwerken deeltje. Aan ik accepteren ook soms, niet. Ja. Oké, okay, want bij mij komt het meteen M.I.A. natuurlijk in mijn hoofd. Een hele andere artiest, wel singer-songwriter, als je dat op die manier wilt zeggen. Natuurlijk een heel andere soort muziek dat ze maakt. Mm-hmm. Maar veel meer ook inderdaad ook haar background story. Vanuit Sri Lanka zijnde heeft een hele andere impact op haar gehad. Maar als ik naar muziek luister, kom ik niet vaak nummers tegen die... mij raken moet ik niet zeggen, maar dat verhaal weerspiegelen, zal ik het zo zeggen. Ah, ja. Het, mm-hmm. het gaat heel vaak over bepaalde thema's waar ik dan zelf niet veel mee heb. Of waarvan ik denk, het is niet iets wat ik zou verwoorden of dergelijke. Mm-hmm. Niet dat ik het kan verwoorden, daarom schrijf ik ook geen liedjes en maak ik muziek. Mm-hmm. Maar oké. Okay, ik denk dat dit... Ja. Wil je nog iets zeggen over muziek dan? Mm-hmm. Ik ben even denken. Want ik kom nu al heel snel richting die periode van... Ja, het onderwerp adoptie, ja. Muziek, ja, ik weet niet. Ik doe het omdat ik het gewoon heel mooi vind. En omdat ik merk dat anderen het raakt en dat zij het mooi vinden. En dat is voor mij waar muziek om draait, eigenlijk. Dat, ja. Oké, okay. Was een hele mooie afronding. Ik ga toch nog één vraag stellen. Wat studeer je dan? Ik heb integrale veiligheidskunde gestudeerd. Nog een keer. Daar komt-ie. Integrale veiligheidskunde. Aan de Hogeschool Utrecht. Wat is het? Dan word je opgeleid tot
onderzoeker van veiligheidsvraagstukken. En dan ga je uiteindelijk advies geven aan de opdrachtgever. Dus bijvoorbeeld kom je dan in ambtelijke organisaties terecht. Gaat dat dan over, ik organiseer mee festivals. Mm-hmm. Is dat dan festivalcoördinatie in veiligheidstermen? Of ja, vandaag is dan de klimaatmars bijvoorbeeld. Het gaat ook een stuk over veiligheid. Want dat moet in goede banen geleid worden. Is dat dan? Ja, het is meer op inderdaad beleidsmatig niveau of coördinatieniveau. Maar je kunt veiligheid opdelen in sociale veiligheid en fysieke veiligheid. En sociale veiligheid is dan vooral de criminaliteit en wat mensen elkaar aandoen of wat wordt overkomen. Mm-hmm. Fysieke veiligheid is meer de infrastructuur en wat hebben we nog meer? Ongevallen bestrijden en... Oké, okay. Totaal anders. Klopt, ja. Nou is natuurlijk al Utrecht een hele muzikale stad. Ja, met de HKU en de Herman Brood zit hier ook. En heel veel concertzalen en clubs en cafeetjes waar muziek... Ga je veel uit hier? Valt wel mee, de ene keer meer dan de andere keer. Muzikaal uit, zou ik het zo zeggen. Muzikaal uit. Ja, ik ga zo nu en dan naar concerten van artiesten die ik ken... singer-songwriters die ik hier in de zaakjes scene heb leren kennen. Mm-hmm. Als zij een optreden hebben, dan kom ik ook kijken. Dat vaak wel. Ja. Ja. En welke concerten ga je dan hierheen? Ja, ik neem aan de Tivoli. Ja, Tivoli de Echo. Tivoli de Helling ook. Zijn er in de Helling veel singer-songwriters? Is meer bandachtig toch? Niet? Mm-hmm. Ja, meer band-folkie-achtig. Het is ook al een hele lange tijd geleden hoor, dat ik daar was. Maar, ja, ik reed er net toevallig langs. Moest nog even ergens anders in Utrecht zijn. Okay. En ik denk, deze omgeving ken ik. Mm-hmm. De Helling, daar ben ik wel regelmatig geweest. Maar dat is een heel andere podcast. Dat gaan we iets nog een keer mee doen. volgorde. India. Waarom India? Nee. Heb ik ook niet gekozen. Nee. Nou, ik kom niet van India. Ik kom van die slager. Sri Lanka dan? Ja. Ben ik ook toevallig nog geweest. In die periode. Ja, op vakantie. Op vakantie. Ja. Laten we gewoon met jouw verhaal eerst beginnen. Dat mag, ja. Want de liedjes die dus nu in het album verwerkt gaan worden, zijn liedjes over adoptie, over India, over de struggles die voorbij komen als adoptiekind. Klinkt dan misschien heel vreemd, maar ik weet eigenlijk geen beter woord. Ja, nou ja, dat klinkt niet vreemd hoor. Maar het woord adoptie of adoptie of India, zo komt er niet letterlijk in voor. Nee, maar het die thema's die... Ja, het raakt die thema's, ja. Hoe is jouw adoptieverhaal dan? Ik was... ik werd geboren en mijn moeder was ongehuwd zwanger. Dus had een soort van losse relatie met haar vriend. En ze was opgegroeid in een klein dorp... waar het dus taboe was om ongehuwd zwanger te zijn. En om die reden... Dus dat ze volgens mij, haar gezondheid was niet helemaal goed. En ze had niet de financiële mogelijkheden om voor mij te zorgen. Heeft zij doen besluiten om me dan af te staan. Dus is wel in het ziekenhuis bevallen. Dat is wat ik weet. En waarschijnlijk is ze 2 weken met mij gebleven daar. En toen heeft zij mij eind januari, want ik ben 15 januari geboren. Eind januari heeft ze dan... een document ondertekend met dat ze mij heeft afgestaan in het kinderthuis. En toen ben ik... in dat ziekenhuis opgehaald door de directrice van het kinderthuis Ballenand. En ben ik naar het kinderthuis gebracht. Daar ben ik een paar maanden gelegen. Ben verzorgd geweest. En rond juni of juli dat jaar ben ik naar Nederland gekomen. Twee Nederlandse ouders. Ja. Die een trip maken naar India. En nee. En beslissen om daar... Okay. Andersom. Ik kwam met het vliegtuig, met nog een aantal andere baby's, zeg maar, naar Nederland. En op Schiphol, zeg maar, hebben mijn ouders mij dan in de armen gesloten. Oké. Weet je een beetje hoe zij die keuze hebben gemaakt voor een kind uit India, Taha?
Ja, dat is wel grappig eigenlijk, want zij hebben nooit een voorkeur aangegeven qua leeftijd of qua afkomst of qua gender, zeg maar. Dus dat was gewoon onwillekeurig en toen is voor India gekozen. En, maar dat is dan een ja, hoe moet je zeggen? Een organisatie in Nederland die dat dan regelt en structureert en zorgt dat dat allemaal... Ja, dat zeg je goed, inderdaad. Ja. Dat heb ik nog niet benoemd, inderdaad. Dat was UNICEF, dus de bemiddeling tussen het kinderthuis in India en het gerechtelijke, juridische gebeuren, ja. De procedures en dat van mijn ouders dan, ja. Want als je, je hebt daar geen keuze in, je bent pas een half jaar oud, mm-hmm. Je moeder... Daar maakt op dat moment de keuze om dit traject te accepteren dan. Ja. Ik weet ook nooit als daar geld in bemoeid is geweest of niet. Of hoe dat dan gaat. Want als je een kind afstaat aan een tehuis, is het dan de bedoeling dat je dan terugkomt? Of is het dan voor altijd uit handen? Mm-hmm. Ik weet niet hoe dat is. Of hoe dat voor jou voelt. Mm-hmm. In Nederland zitten twee zit een echtpaar te wachten op een kind. Dan ben jij dat. Mm-hmm. Dan groei je volledig in Nederland op. Buiten het feit dat je een half jaar natuurlijk daar in kribbe hebt gelegen. Mm-hmm. Daar kun je niks natuurlijk van herinneren. Maar je bent volledig hier opgegroeid in Nederland. Ja. Dat is begin jaren 90 geweest. Even ja, 1993. Ja. Ja. Hoe is dat dan om in Nederland op te groeien? Want... je zei net dat je nog een zus had, zegt het goed? Ja, ja. Klopt. Jonger, ouder? Ouder. Ouder. Ook uit India? Of? Ook uit India en geadopteerd. Oké, okay. Ja. Maar niet jouw echte zus van daar? Niet van dezelfde Indiase moeder, zeg maar. Nee. Hoe is het dan om op te groeien in een gezin waarvan jouw ouders blank zijn en jij en je zus er anders uitzien dan de directe mensen om je heen? Mm-hmm. Ja, ik heb... Eigenlijk vroeger nooit echt ervaren of het kleursverschil ervaren. Dat zag ik denk ik toen nog niet. Dus daar heb ik nooit zoveel last van gehad. En ja, mijn ouders hebben me het gewoon vanaf het begin af aan verteld dat ik uit India kom. Dat ik geadopteerd ben. Dus dat is er gewoon, dat was voor mij... Onderdeel van je opvoeding. Ja, en werd vanzelfsprekend zeg maar. Joh, oké, prima. En ik ging naar school en ik maakte vrienden en... ik was eigenlijk heel makkelijk in de omgang, dus dat vond ik prima. Maar ik ben wel in Zeewolde opgegroeid en ja, dat was toen een heel jong dorp, mm-hmm. waar het merendeel dus gewoon Nederlands en blank was. Dus mijn zus, die dan wat ouder was, die heeft daar wel wat problemen mee ervaren. Op haar lagere school dan dat ze gepest werd om haar huidskleur en dat mm-hmm. soort dingen. Dus in die zin heb ik het wel, ja, is het wel... hebben we het wel meegemaakt, zeg maar. Maar ja. Want hoe oud is je zoon? Nu 29. Oké. Okay. Ja, misschien wel goed om mijn geld dan te vertellen. Ja, ik ben benieuwd. Ja, want ik denk dat dan ongeveer vanuit daar een makkelijker verder komt. Want ik ben ook van januari. een paar dagen eerder dan jou, maar ja. Wel een paar jaar eerder. Mm-hmm. Ik heb echt zover ik het weet, ben ik daar geboren. En binnen een maand, of eigenlijk een maand later, werd ik al opgehaald. Mijn zus is 4 jaar ouder. Zij heeft al echt 4 jaar daar gewoond, maar zij kan eigenlijk niks meer van herinneren. Mm-hmm. Terwijl ik weet niet hoe het is als je 4 jaar bent, hoeveel je dan nog onthoudt, zeg maar. Voordat bij een kind werkt. Een moeder die 2 kinderen had, in ieder geval zover wij weten... Mijn zus en ik zijn echte broer en zus. Oh, alleen als, als je naar elkaar zou kijken, dan, of naar ons twee zou kijken, dan denk je dat matcht niet. Zij is veel donkerder dan mij, veel smaller dan mij. Hele andere bouw, ook andere gezichtsstructuur, zeg maar. Dus de verwachting is ook dat we alle twee een andere vader hebben, maar dezelfde moeder. Ah, op die manier, en, ja. Zover ik in ieder geval heb meegekregen van mij, was hier, is het verhaal ongeveer hetzelfde. Gewoon niet... rijk genoeg om 2 kinderen te kunnen opvoeden. Mm-hmm. Zover ik weet, mijn zus werd opgevoed door mijn oma daar. En die zei gewoon van, ik kan geen tweede kind erbij hebben om ook nog eens een keer op te voeden. Mm-hmm. Hoe dat dus
gearrangeerd is en hoe geregeld het is, dat weet ik niet. Dat moet ik echt een keer aan Maurits vragen. Mm-hmm. Maar daar werd inderdaad wel besloten om alle tweede kinderen ter adoptie aan te bieden. En mm-hmm. mijn ouders hebben dus blijkbaar gekozen, denk ik, om twee kinderen te adopteren op dat moment. En dus niet ze uit elkaar te halen. Yeah. En als ik dan inderdaad soms naar verhalen kijk, dan is dat wel, wordt dat vaker voorgesteld. Van ja, je kunt kiezen voor één kind of voor twee. En bij twee zorg je ervoor dat ze niet uit elkaar gehaald worden. Dus ik denk dat dat ongeveer hetzelfde verhaal is geweest. Mm-hmm. Ik ben opgegroeid begin jaren 90. En ook ongeveer de eerste donkere kinderen in de buurt, in mm-hmm. de woonplaats waar ik nog steeds woon. Reuver is gewoon een heel klein dorpje, maar dat is wel net zo daarin. Dus je wordt, je wordt altijd vreemd aangekeken. Er waren op dat moment wel wat Marokkanen en Turken, denk ik. Want dat is ongeveer dezelfde generatie, zeg maar, waar de eerste generatie in opgroeide, zal ik het zo zeggen. Mm. Maar vanaf dag één pesterijen, kleurverschillen. Eigenlijk vanaf de basisschool eigenlijk al meegemaakt. Mijn zus wat minder, omdat die misschien wat makkelijker in de omgang was. Mm. Ik trapte misschien wat meer tegen dingen aan of zo. Ik weet niet precies hoe het toen ging. Maar de acceptatie is en was, zo moet ik zeggen, was en is, ver te zoeken voor mijn gevoel. Ja, lastig lijkt me ook. Ja. En toen was het inderdaad echt van, je voelt je nooit plek, je maakt wel vrienden. Mm-hmm. Alleen sommige vrienden die, tussen aanstekens, dat zie je niet in deze podcast, maar tussen aanstekens, verraden je of zo. Weet je, nooit echt op zo'n manier tot je equal was of zo, voor mijn gevoel. Jammer, en dat, ja. Teleurstellend ook. Ja, maar dat, ik kan en kon het toen niet plaatsen. Ook gewoon vanwege het feit van, ja, maar ik woon toch hetzelfde, ik leef hetzelfde, ik doe hetzelfde, maar het verschil was letterlijk de kleur. En dat zien we in deze maatschappij nog steeds, tot daarop beoordeeld en veroordeeld wordt, wat heel spijtig is. Maar in mijn paspoort staat Nederlands. Maar daaronder, en ik was aan het denken toen ik de autorit naar Utrecht maakte, daaronder staat dus een wijk uit Colombo. Ik ben geboren in Colombo, maar er staat een wijk onder die ik dan iedere keer moet noemen. Als ik dus bij de burgerlijke stand of hoe je met gemeenteinstellingen mm-hmm. iets anders invul en ik vul bijvoorbeeld Colombo in, dan wordt mijn aanvraag automatisch afgekeurd. Omdat dat niet matcht met wat op mijn paspoort staat. Oh, omdat men niet snapt dat Utrecht heeft ook een hele hoop wijken, maar iedereen noemt het Utrecht. Mm-hmm. En welke wijk je ook woont. Mm-hmm. Je schrijft niet een ander onderdeel op. Maar in Sri Lanka is het heel normaal om al die verschillende districten, zeg maar, ook zo te benoemen. Dus dan wordt automatisch gezegd van dit matcht niet, klopt niet. En je krijgt je aanvraag net zo hard weer terug. Waarvan ik al denk, leer het nou. Maar oké, dat is misschien weer bij mij. Mm. In Nederland grotendeels opgegroeid bij mijn ouders hier. Wel met heel veel ondersteuning van de opa en oma. Omdat mijn ouders gewoon heel veel hard werken, nog steeds trouwens. Dus je had niet alle tijd om die opvoeding te doen. Dus ik heb inderdaad wel heel veel meegekregen vanuit opa en oma daarin. Okay. Maar taal bijvoorbeeld niet. Mijn zus kan Limburgs zonder problemen. Ik, no go. Ik kan Nederlands met moeite. Maar dat zal misschien wel ergens uit je taalknoppel zijn of zo. Ik weet niet hoe dat werkt. Ja, iedereen heeft is kort beter of minder goed op andere intelligenties. Dus. Exact. Ja. Maar als je dan ouder wordt, en dat heb jij ook op een gegeven moment gehad, dan ga je vragen stellen over jezelf. Ja. Van waar kom je dan vandaan? En hoe zit dat dan? En ja, je ouders kunnen ook niet alle antwoorden geven. Is jouw familiegezin een keer teruggegaan samen? Nee. Nee. Dus jij mogen in je uppie? Niet in mijn uppie. Okay. met twee goede vriendinnen heb ik dat gedaan. Ja. Even kijken, want dat was 2 jaar geleden. Ja. Zo, dan was je 23, zei het goed? Ongeveer. 24, ja. Wat was dan je insteek? Want als je dan met twee vriendinnen gaat mm-hmm. naar India, dat is een behoorlijke wereldreis. Ja, dat is het zeker. Welke zoektocht was je daar in aan het... Uiteindelijk gewoon voor mezelf. Ik wilde graag mijn ouders ontmoeten, als dat überhaupt mogelijk was. En ik wilde meer van de cultuur weten en van mijn wortels, zeg maar. Want je bent geboren in Mumbai. Ja, klopt, ja. Okay. En dus dat eigenlijk...
naarmate ik er zeg maar meer interesse in toonde in mijn achtergrond en wat de dingen die ik niet wist, toen werd het zeg maar meer een zoektocht of zo. Van, oh, puzzelstukjes. Van, oh ja, maar waar ben ik dan eigenlijk geboren? En waar heeft mijn moeder dan eigenlijk gewoond? En dat soort dingen. Wie heeft er eigenlijk voor me gezorgd? En maar waar was dan echt het moment van afgifte gedaan? Dat soort dingetjes. Dat soort hele kleine dingen. En ook, hoe is het om daar in India te lopen? Hoe ruikt het? Hoe zijn de mensen? Hoe is de gastvrijheid? Dat soort dingetjes. Dat werden allemaal vragen en puzzelstukjes. En daarom werd het een zoektocht. Zeg maar. En kwam dat omdat je dus gewoon in Nederland vragen had over jezelf? Of over het feit dat je wist dat je geadopteerd was en dat je beelden op tv zag? Of hoe zijn die vragen bij jou? Nou ja, dat kwam na mijn scriptieperiode, denk ik, dat ik meer bezig was met die existentiële vragen van, joh, wie ben ik? Wat is nou belangrijk? Wat past bij me? Ja, waar wil ik heen? Ook gezien mijn werk. En, maar goed, ja. Dus. En dan maak je een vragenlijstje. Dan ga je naar je ouders. Dan zeg je, welke antwoorden kun jij geven? En welke moet ik gaan zoeken? Of hoe is dat? Ik wist, wat mijn ouders mij altijd verteld hebben hier in Nederland is wat ik weet. En meer dan dat wisten zij ook niet. En we hadden een grote map met alle adoptieprocedures. Die zijn daarin opgenomen. En ook staat een brief in van het kinderthuis. Met wat kleine informatie over mijn Indiase moeder. Dus dat is de informatie die er is, zeg maar. Dus dat wisten we al. En alles daaromheen, zeg maar. Ja, dat zijn de vragen. En is het dan dat je dan UNICEF opbelt en zegt, jongens, help me hierin? Of hoe, nee, heb ik niet eens gedaan. Ik heb gewoon zelf contact gelegd met het kinderthuis. Oké. Die hadden een e-mailadres. En toen is dat contact ontstaan. En toen zeiden zij, oh joh, we hebben hier een dossier. Als je hierheen komt, gaan we het uitzoeken. Dus je hebt gewoon 24 jaar later, zeg je, hey, ik ben hier. Ja. Ja. Weet je, remember me, ja, oh ja. En help me even. Ja, nu vergeet ik trouwens een belangrijk deel daarin te vertellen. Dat ik in de tijd, nog voordat we de ticket van die reis hadden geboekt, kwam ik bij de fysio terecht. Dat was in mijn scriptieperiode trouwens. En die fysiotherapeut was ook geadopteerd toevallig. En zij is nu een hele goede vriendin van mij geworden. Ja, toevallig zag zij dan op mijn rijbewijs dat ik ook uit India kwam. En toen ging ze daarnaar vragen. En toen uiteindelijk zei ik van, joh, ik heb binnenkort vakantieplannen. Waarschijnlijk gaan we naar India. En toen ging het gesprek een beetje rollen. En toen vertelde zij over haar ervaringen. Ze kwam uit hetzelfde kinderthuis ook. Dus vandaar. Heel veel toeval. Ja, dat zij me ook die mee kon helpen in die weg daar naartoe. Contact te leggen en dingen uit te zoeken. En dus op die manier heb je daar wel hulp in gehad om in ieder geval een beetje een richting te krijgen. Ja, en eigenlijk bedenk me net, is dat ook eigenlijk de enige richting die ik heb gekozen. Ik heb helemaal niet over nagedacht om contact te leggen met UNICEF of... Nee, ja, ik deed dat gewoon. Ja. Nou ja, je gaat dan met twee vriendinnen heen. Zij hebben... zij waren Nederlands? Ja. Dus zij hebben niet diezelfde groetservaring dat jij hebt? Nee. Moesten ze daarin in meesleuren van, kom mijn verhaal zoeken? Of was het gewoon voor hen altijd automatisch zo van, wij gaan als ondersteuning mee met jou? En Ja, het zijn twee vriendinnetjes die ik heb leren kennen in mijn halfjaar stage in Zuid-Afrika. Dat was 2014 of zo. En we zijn gewoon heel hecht geworden. En het reizen ging ons heel erg goed en leuk af. Dus op een gegeven moment, een paar jaar later, zei Amber tegen mij dan, ja Lies, ik wil graag nog een keer op reis. Waar zullen we heen? En toen zat zij te denken aan India en toen dacht ik, India? Nou, waarom ook niet? En dan zei ze, ja, dan kunnen we je roots opzoeken. Nou, en toen is dat zeg maar, toen dacht ik, ja, dat wil ik graag doen met haar. En toen hebben we dus Yvette, de andere vriendin, erbij gevraagd. En die leek dat ook heel erg mooi om samen te doen. En ja, omdat het altijd heel fijn en gezellig is met hun, wilde ik dat graag doen. Maar dan wordt het aan de ene kant dus een vakantie. Ja. En aan de andere kant een hele informatieve zoektocht, reis. Ja. Hoe lang heb je daarvoor uitgetrokken? We waren 7 dagen in Mumbai en we waren 2 weken in Sri Lanka. Dus echt heel kort ook. Ja. Want als je 7 dagen daar bent, wat is dan de reis die je moet maken? Want je komt daar aan, mm-hmm. een beetje aan het klimaat wennen. Mm-hmm. Zeker als ik even hier naar buiten kijk. Lekker regenachtig. Ja, het is bijna zomer, mensen.
bijna. Mm-hmm. Ik hoorde dat het morgen ging sneeuwen, ik ben benieuwd. Oh. Beter van niet. Dan heb je daar sowieso een dag voor nodig. Dus heb je nog maar 6 dagen over. Ja, of, is het dan nou, meteen, ja, meteen naar het thuis toe en ja, een vraag stellen? Ja, we kwamen volgens mij op zaterdagnacht aan. Nou, gingen we naar het hotel met de taxi. Geslapen en toen hadden we gelijk die zondag al een afspraak gepland. Om 1 uur in de middag of zo. En toen gingen we praten en toen kwam het dossier op tafel. En toen zei zij van daaruit, zeg maar, verder gaan zoeken. Dat is echt nog wel snel in mijn hoofd, zeg maar. Ja, is ook. Dat allemaal zo makkelijk kan. En zeker, ja, in dit soort landen is dat normaal gesproken wat langzaam, wat administratief. Ja, maar de directie daar in India heeft ingezien dat het heel erg belangrijk is voor veel geadopteerden om antwoord te krijgen op bepaalde vragen. Mm-hmm. En ook echt ondersteuning te bieden in die nazorgperiode van geadopteerd zijn. En ze hebben alles heel goed gedocumenteerd. Dus ze hebben daar gewoon budget voor en tijd en aandacht voor. Oh, wauw. Ja. Dat is wel gewoon heel fijn voor iedereen die, ja, vanuit daar, absoluut, is geadopteerd. Want dat zal niet in iedere plek zo... Nee, als ik nu verhalen soms lees, dan is dat... Schort het aan alle kanten wel, ja, eens. Ja. Ja, want dat zit ook in mijn hoofd. Het zit totaal niet in mijn hoofd. Als jij nu vertelt, ze van ja, ik loop daar binnen, klop. Mm. En het is geregeld zo ongeveer. Mm-hmm. Want wat heb je toen gedaan? Want dan krijg je die informatie. Ben je toen je moeder ook gaan opzoeken daar? Nou ja, dat... eigenlijk heeft de directrice van het kinderthuis dat geprobeerd te doen. Zag een adres staan in het dossier van mij. En die is toen samen met haar assistent, zeg maar, naar de woonplaats toegegaan. Zonder dat ik dat eigenlijk wist. En die is toen bij het postkantoor gaan rondvragen. Joh, is deze vrouw er nog? Nou, toen zei ze, ja, volgens mij in die streek, daar wonen ze. En toen zijn ze bij verschillende huizen gekomen. En toen zei ze, nee, ja, daar woont nog een zus van haar. Misschien kun je daarmee praten. En omdat er natuurlijk, zoals ik eerder had verteld, een taboe heerst op het hele gebeuren wat er vroeger heeft plaatsgevonden, was dat ook wel een best wel privé gesprek. En ja, nou ja, die tante zag dat ook allemaal niet aankomen natuurlijk, van het is, 24 jaar nou, geleden. Later, ja. Dus die werd daar heel emotioneel onder en ook om het feit dat mijn moeder er niet meer is. Oh, oké. Ja, dus en dat... De directrice van het kinderthuis heeft nog wel gevraagd of die tante mij dan wil ontmoeten. Maar dat wilde ze dan niet vanwege haar belofte aan haar. Ja. Dus ja, dat is toen uitgezocht. En toen de directrice van het kinderthuis dat wist van ze is niet meer in leven. Ja, dat moet ik Lisa wel echt à la minuut vertellen. Dus toen zijn we 's avonds opgebeld om daar naar het kinderthuis weer te komen en te praten. Dus toen... Nog op die zondag dan? Nee, dat was dinsdag. Oké. Okay. Ja. Dus zij hebben in 3 dagen tijd, 2 dagen tijd eigenlijk, heel veel werk verricht om jouw background te onderzoeken. En te gaan kijken van waar kunnen wij nog meehelpen en ondersteunen. Ja. Dat is iets wat mij meer vanuit Nederland gedachtegang zou zijn, zeg maar. Dat hier organisaties zijn die je daarin in helpen. Mm-hmm. Want wij zijn toen ik 18 was, dus heel lang geleden, zeiden mijn ouders van... Wij ben een keer met het gezin, dus mijn zus had toen al een vriend, een keer terug naar Sri Lanka met z'n vieren. Mm-hmm. Om jullie Sri Lanka te laten zien. En te laten zien waar jullie vandaan komen. Mm-hmm. En jullie mogen zelf aangeven welke invulling je nog meer in die reis willen geven. En mijn zus twijfelde toen heel hard ornaat om, gaan we dan op zoek naar onze eigenlijke moeder of niet? Daarvan was ik toen al heel bot in mijn hoofd, zo van, laten we het niet doen. Omdat inderdaad hetzelfde eigenlijk wat jij zegt, die taboe die er heerst. Wij weten ook niet hoe het nu met haar is, als ze inderdaad nog leeft. En als ze nog leeft, heeft ze misschien een nieuwe man die niet weet van haar van 2 eerdere, eerdere kinderen heeft gehad. Want dat kan opeens een heel gezin weer uit elkaar gaan trekken. Mm-hmm. Dat moet je ook niet willen. En dan heb je daar gewoon begeleiding voor nodig die dat inderdaad gaat zoeken van tevoren. Hetgene wat jij eigenlijk, waar ze daarmee ondersteund hebben. Mm-hmm. Toen hebben we eigenlijk met z'n tweeën besloten, oké, we doen dat niet. En toen gedurende de periode dichterbij kwam om daarheen te gaan, begon mijn zus toch weer, ja, zullen we het dan misschien dan toch nog doen? Misschien toch nog zoeken? En ik weet niet hoe het toen is gegaan, maar toen hebben we ook gewoon weer gezegd van laten we het niet doen uiteindelijk. En toen hebben we ik denk dat we daar 2,5 weken zijn geweest of zo, 3 weken, ik weet het echt niet meer. Hebben we een rondreis gemaakt door Sri Lanka, alleen op dat moment heerst er nog oorlog.
Dus we zijn toen in Colombo begonnen. Oh. Zijn iets naar boven gereden. Rechtsaf naar de andere kant van het land. Mm-hmm. En via de onderkant weer Candy weer terug, zeg maar. Ja. Dus we hebben echt de helft van Sri Lanka gezien. Het was een mooie reis. Ik zat in een hele andere soort tijd. Alles was donker. Nog steeds wel redelijk, maar op een andere manier. Mm-hmm. Dus voor mij was het toen echt heel moeilijk om daar ook maar iets te merken en te vinden. En ik kan ook heel weinig herinneren van die reis van destijds. Mm-hmm. Terwijl voor mijn ouders en voor mijn zus op een heel andere manier beleefd is geworden. 3 jaar geleden? Ja, inmiddels 3 jaar geleden. Zat ik weer een jaar thuis. Tussen between jobs, hoe noem je dat? Hè? Ja. Alleen toen besloot ik van ik wil toch weer een opleiding gaan doen. Dus ik ben heel laat weer met een nieuwe opleiding begonnen, music management. En cool. Daar ben ik dus iets minder dan 3 jaar geleden mee begonnen. Alleen net daarvoor dacht ik van ja, dit is mijn enigste en laatste kans nog om nog een keer een reis te maken. En naar Sri Lanka te gaan. Want waar zou ik anders heen gaan in dat geval, zeg maar. Ja. En toen heb ik ongeveer mijn hele huishouden verkocht, wat ik ervoor had, om die reis te kunnen maken. Wauw. Dat scheelt, als je heel veel spullen hebt gespaard, kun je ook heel veel verkopen. Dus heel veel cd's en dvd's, ja, bijna alles ging de deur uit. Mm-hmm. Maar daar kon ik wel die reis van betalen. En toen zeiden mijn ouders, je mag daarbij zijn. Mag is natuurlijk een groot woord als je 29 bent, zeg maar, op dat moment. Of 30 misschien het wel. Maar we willen wel dat iemand meegaat als gids zijnde, zeg maar. Dus we willen wel dat tot je niet alleen daar ronddwaalt. Want als je daar alleen een auto gaat huren, dan weten we helemaal niet als je terugkomt. Nee, dat snap ik, ja. En niet zozeer in het geval dat ik terug zou willen komen, maar meer van als er iets gebeurt. Ja. En toen hebben we de gids gepakt die ook van de vorige trip pas mee was, Nelson. Oké. Dat gaf mijn ouders wat geruststelling en zo. Ja, snap ik wel. Ja. Alleen uiteindelijk bleek dat echt een mismatch te zijn. Die man die is 65 ergens of zo. En dan kom ik daar gewoon meer dan de helft jonger. En ik heb toch andere dingen over, als ik aan cultuur denk, dan dat hij erover denkt. Dus hij nam me mee naar alle tempels die ik vorige keer ook gezien had. En ik zei op een gegeven moment tegen hem, zeg maar, die tempels heb ik nu wel gezien. Mm-hmm. Weet je, ik wil andere dingen zien. Maar dat met die leeftijd en zijn kennis bleef dat binnen de tempelculturen. Mm-hmm. En geloofsdingetjes hangen. Dus ja, ik heb niet heel veel meer dan dat gezien. Ja. Alleen 3 jaar geleden was natuurlijk de oorlog voorbij. Dus ik kwam wel helemaal naar Jaffna toe, wat helemaal bovenin Sri Lanka ligt. Ik weet niet welke trip jij hebt gemaakt in Sri Lanka. Wat jij ook hebt gedaan, het zuiden, zeg maar. Van Colombo naar Candy en dan de kust. Ja, ja. Oké. En ik ben dus nu de laatste keer, ben ik dus toch helemaal naar bovenin geweest, naar Jaffna. Ja. Waar je dus bijna India kan zien aan de overkant liggen. Ja. Het scheelt niet zoveel. Dat is echt een klein boottochtje. Oh, cool. Jaffna is totaal anders. Dat is Tamil strijders zaten daar vroeger. Dus eigenlijk het hele noorden was Tamil gebied. Een hoop van de Tamils zijn vermoord. De oorlog heeft daar heel veel schade aan gedaan. In het zuiden is natuurlijk ook wat was dat toen? Die water. Die heel veel heeft. De tsunami. Ja. Dat was er ook. 2004 of zo? Ja, wij zijn dus in 2004, of 2005, net zeg maar een half jaar nadat, zijn we met het hele gezin naar Sri Lanka gegaan. Dus we zagen echt alle verwoestingen nog. Wow. En dat is in ieder geval nu grotendeels hersteld, in ieder geval 3 jaar geleden toen ik daar was. Mm-hmm. Maar ja, de schade van de oorlog is in ieder geval nog veel groter. En ja, wat er gespeeld heeft tussen Tamils en de Singalezen, een heel ander verhaal. Maar ja, dan kun je dus nu wel naar Jaffna toe en dan zie je hoe arm het verschil, of het grote verschil is tussen rijk en arm, zeg maar, tussen Colombo, wat toch echt al veel meer een multiculturele stad aan het worden is. Ja. Veel culturele stad aan het worden is, omdat daar gewoon meer rijkdom is. Mm-hmm. Terwijl als je naar Jaffna toe gaat, je heel veel armoede ziet. Als je naar Mumbai gaat, is dat een vrij rijke stad. Hè? In de scene van rijkdom die je kunt hebben in zo'n land. Als jij dan reist van India naar Sri Lanka, welke verschillen heb jij dan gezien? Want je hebt twee totaal verschillende culturen gezien, ondanks dat ze zo dicht bij elkaar liggen. Weet je, het is Nederland-België, zeg maar bijna. Ja, klopt. Maar ja, precies wat je omschrijft, ze liggen wel dicht bij elkaar. Dus ik vond
ja, ik ervaarde bij beide heel veel gastvrijheid in de mensen en openheid ook wel. Maar ja, en in Mumbai zelf heb ik en de sloppenwijken gezien en het rijke gedeelte, dus beide contrasten. En in Sri Lanka heb ik eigenlijk wel een soort van gemiddeld, ja, hoe noem je dat, welvaartsniveau of zo gezien. Ja, als je naar van Colombo naar Kandy gaat, dan kom je door alle streken wel heen. Ja, maar ik vond wel van het qua natuur dan in Sri Lanka was het veel botanischer voor mijn gevoel. Ja. Ja, dat vond ik wel echt heel indrukwekkend. Want als jij in Mumbai rondloopt, je hebt dat gesprek gehad bij is een instelling, stichting, ik weet niet of ik het moet noemen. Het is een stichting, ja. Dan ben je nog 7 dagen daar. Dan ben je aan het rondlopen. Heb je dan een bepaald gevoel bij, van dit is mijn thuis? Of is dat juist de regen hier in Utrecht? Ja, ik heb me die vraag wel gesteld inderdaad. Voel ik me hier nou thuis? Of hoor ik hier nou? Of wat is dat nou? Maar ik denk dat gewoon India en Sri Lanka een heel, heel spiritueel land is. En dat ik die sfeer aanvoelde, zeg maar. En dat vond ik er heel prettig en warm aan. En ja, plus het was eigenlijk vakantie voor mij. Dus het is en leuk en nieuw tegelijk. Dus dat zijn allemaal positieve dingen. Maar er kwam verder nog een aspect bij kijken dat ik op heel veel plekken, bijvoorbeeld voor het kinderthuis of bij de woonplaats van mijn moeder, heel erg emotioneel werd. En dan, ik weet nog steeds niet zo goed wat dat is, maar roots, denk ik. Ja, ergens. Gewoon toch nog ergens. Iets van herkenning of zo. En dat vond ik er vreemd aan. Maar goed, toen ik later uiteindelijk terugkwam in Nederland, dit is gewoon mijn thuis. Ik heb hier mijn vrienden, ik heb hier mijn dingen. Dat vind ik wel mooi dat je dat noemt. Dat je Nederland kan omschrijven als een thuis zijn. Ik heb, dat weten de meeste mensen inmiddels, denk ik, of niet. Ik weet het niet. Ik voel me niet hier thuis. Om heel veel aspecten niet. Maar toen ik in Sri Lanka rondliep, ook niet. Oh. Omdat je daar ook wel eens een heel westers kind binnenkomt. Dat zul je ook wel gemerkt hebben. Je gedachten, je meningen over wat goed en slecht is. Hè. Zij gaan er toch heel anders mee om. Hetzelfde geldt voor India natuurlijk. Het is een heel ander cultureel land. Zijn beide natuurlijk prachtige. Ik ben nog nooit in India geweest, maar zover ik het weet. Prachtige landen als je het over cultuur wat je al zegt, spiritualiteit en levensvormen daar hebt, zeg maar. De omgang met ouderen is totaal anders dan dat we het hier doen natuurlijk. En daar zijn ze nog steeds een deel van de community en van de wereld. En hier stoppen we ze in een huisje en dan zeggen we veel plezier. Ja. Iemand anders mag daarvoor gaan zorgen. Heel ander ding. Maar je zegt al van, je merkt wel iets op het moment dat je daar rondloopt. Op welke manier werd je aangekeken daar? Dubbelzinnig. De ene keer, kom je hier vandaan, je ziet er anders uit. Nou, dan legde ik uit dat ik westers was. En weer een andere keer gaan ze India's tegen mij, spreken ze me in het India's aan en dan ben ik voor hun een Indiase. Dus en dan moet ik weer uitleggen, ik ken de taal helemaal niet, want ik ben geadopteerd. Dus het is heel dubbel, het is geen pijl op te trekken. Ja, diezelfde ervaring heb ik inderdaad ook. En ook met mijn zus inderdaad. Als je dus met 2 blanke ouders daar rond gaat lopen, en dan met 2 verschillende kleur kinderen bijna, zeg maar, dan krijg je de vreemdste taferelen. En ja, ik weet niet hoe dat voor jou als vrouw is om daar rond te lopen, als er nog een andere ervaring is dan als jongen daar rond te lopen. Maar in ieder geval, ik weet, toen we dus met gezin teruggingen, toen Maus in ieder geval wel merkte dat mijn zus anders bekeken werd dan dat ik bekeken werd. Omdat bij mij dan misschien meer een rijk kind komt terug of zo. Gevoel is, en bij mijn zus dan meer de afschuw van jij bent ooit een keer weggegaan, bla bla bla. Meer het negatieve Die manier. Of zo. Ja, er zijn mensen die dat helaas op die manier benaderen, ja. Ja, maar dat is ook wel verschil tussen culturen. In Nederland denk ik ook. Zijn we inmiddels gewend van adoptie en andere mensen in het land hebben. En daar is nog steeds een taboe, zoals je in het begin ook al aanhaalde. Op het moment dat je dan in India rondloopt in die 7 dagen, is er dan, als je dan terugkomt,
nog een drang geweest van ik wil nog een keer teruggaan of ik wil nog een keer iets gaan zoeken? Of was je voor jou een verhaal wel afgerond? Ja, nee, het was absoluut nog niet klaar. Ik had het heel erg er moeilijk mee met het feit dat mijn Indiase moeder er niet meer is. Dus daar heb ik ook wel over gepraat met een maatschappelijk medewerker. En die heeft me daar wel door die rouwperiode zeg maar heen kunnen helpen. Maar voor mij was het nog niet klaar. Ik wilde nog heel graag terug naar India. Dus dat heb ik ook datzelfde jaar gedaan. In oktober ben ik naar Noord-India afgereisd. Samen met een reismaatje. En toen hebben we 7 plaatsen bezocht. En toen was het voor mij ook wel klaar. Want ik wilde puur die reis maken om de cultuur te kunnen zien en de natuur te kunnen zien. Zoals India is, zonder al die hele emotionele ballast die ik de vorige keer had ervaren. Mm-hmm. Ik wilde het gewoon een beetje rationeel kunnen benaderen en dat kon ik. Dus daarna is het klaar. Voor mij is dat nu, ik heb niet zozeer de behoefte nu om binnenkort terug te gaan of zo. Misschien ooit nog om gewoon een vakantiereis te maken, hè? Ja, wie weet het later. Maar wel om dit verhaal in ieder geval daar rond. Ja, ik twijfel daar nog steeds in. Aan de ene kant denk ik van ik wil heel graag een keer terug. Sowieso een keer met een andere reisgids. Om misschien andere dingen om andere dingen te zien. Aan de andere kant denk ik, ja, wat heb ik eigenlijk niet gezien? Want het land, op een gegeven moment is er ook niet heel veel meer te zien. Behalve de sloppenwijken, de armoede, de opbouw, de. Ja. Hoe moet ik dat zeggen? Bepaalde rijkdommen. Door in Colombo heb je, ik weet niet hoeveel districten, en gewoon een paar daarvan zijn gewoon extreem rijk voor welzijn in Sri Lanka. En de andere is gewoon arm, is gewoon puur armoede, daar is ook verder niks. En dan mag je blij zijn nou, als je een hutje hebt. Want het is toch een hele grote stad waar gewoon alle kanten in belicht worden, zou ik het zo zeggen. Mm. En afgelopen jaar zat ik bij een leerkracht, een van de beste leerkrachten die ik heb, in ieder geval op deze school. Die is manager of zo, of die regelt iets met artiesten. Ik denk dat hij boeker is of zo daarin. Voor een jazzfestival, en dat vond toevallig in Colombo plaats. Oh. Ik zeg, als je nou een fotograaf nodig hebt, dan vlieg me maar in. Ik zeg, geen probleem. Ik zeg, dan ga ik er een keer heen. Ik zeg, maar zelf betalen lukt me niet nu. Mm-hmm. Het is voor mij in ieder geval heel moeilijk om te beschrijven wat ik dan nog zou willen zoeken. Als je daar al 2 keer hebt rondgelopen, hetgeen wat jij ook hebt gedaan, 2 keer rondgelopen daar. Ja. En eigenlijk niet de thuis voelt of iets gevonden hebt waarvan je zegt, van daar moet ik nog een keer voor terug. Mm-hmm. Want jij zegt al, jij hebt die afronding wel gehad. Voor mij is het dan pending of zo, ik weet niet. Mm. Het zijn wel, voor een adoptiekind vind ik in ieder geval heel moeilijk om ergens een punt te vinden, zou ik het zo zeggen. Voor jou is een heel duidelijk eindpunt, hoe triestig het eindpunt in dit geval ook is. Want als je moeder daar nog wel geleefd had, wat zou dan de gevolgen zijn? Zou je dan inderdaad hebben bezocht? Of toch iets hebben gevonden? Weet je, dat zijn heel andere dingen. Mm-hmm. Ik merkte toen ik zei, terug naar Sri Lanka ging, tot mijn zus weer begon. Ja, ga je dan ook, weet je, onze moeder opzoeken? Ja. Ik zeg, ja, ik ga het sowieso nooit alleen doen, weet je, dan moet jij mee. En want het zou heel vreemd zijn als een van de twee wel terugkomt en de ander niet, weet je. Welke indruk geef je dan daar weer in? En toen begon mijn zus inderdaad van, ja, misschien wil ik dan wel weer terug om mijn moeder te zoeken. En toen heb ik ook gezegd van, ja, wij zijn alle twee, niet op leeftijd of zo, maar wij zijn wel wat ouder. Ja. De kans dat zij nog leeft is ook vrij klein. Want de gemiddelde leeftijd in deze landen ligt een stuk lager dan dat wij hier in Europa zeker, kennen. Ja. Ik bedoel, mijn opa en oma hier zijn 90 en ouder. Mm-hmm. Dat kennen ze daar vaak niet. Nee, de kans is daar heel klein tot je dat daar haalt. Dus als je dan denkt, stel tot zij ook 30 is geweest, ja, dan komt ze gewoon nu 34 jaar bij. Dat is 64. Dan zit je toch wel eigenlijk richting het einde van het leven daar. Ja. De kans dat 80 wordt gehaald is vrij klein. Ja. Als ik dan zie vanuit mijn zus, want die is dus wat ouder, dus namelijk ook zeg van ongeveer 30 als leeftijd zal zijn geweest. Ja, wat ga je dan nog zoeken? En hoe groot is de kans dat zij inderdaad er nog is? En als er wel is, hoe groot is de kans dan dat zij op die leeftijd dit nog zou willen? Ja, maar nou heb je het over kansen. Ja. Maar
Maar dat is, kijk, ik heb niet zo'n zin die noodzaak. Als ze dit doen, doe ik dat voor mijn zus. Oké. Okay, ja. Dus als, Santi, als je luistert. we kunnen het er dan een keer over hebben. Nee, maar dan ga ik met mijn zus daarheen. Dan is het voor haar. Dat is mooi en dan om samen te doen. Ja. Ja, dan vind ik dat nog wel... Maar dan heb je weer een reden om daarheen terug te gaan. Ja. En dat kan. Dat weet ik niet of dat nog gaat gebeuren. Want ja, daar moet je ook gewoon geld voor hebben. Ja, dat snap ik. Het zijn geen goedkope reizen en onderzoek daarna naar... In jouw geval was het redelijk goedkoop, want ja, de instelling wil je helpen. Mm-hmm. Bij ons is dat nog maar zeer de vraag als we op die manier zouden kunnen traceren. Ja. Omdat we dus ook niet in een instelling hebben gelegen of dergelijke. Nee. Maar ik binnen een gezin zijn opgevoed. Mm-hmm. Toen kwam je terug. En toen had je heel veel inspiratie voor muziek. Mm-hmm. Ja. En toen heb je je gitaar gepakt en liedjes gaan schrijven. Verder gaan schrijven, inderdaad. Ja. Welke andere thema's kwamen daar dan in ten opzichte van de reis, voor je reis, zou ik zeggen? Goeie vraag. Ik weet dat ik, voordat ik naar India ging, had ik een tokkeltje gevonden op de gitaar, wat ik heel mooi vond. En een paar zinnen erover. En toen ik terugkwam van die reis, heb ik dat liedje afgemaakt. En dat ging over, dus eigenlijk hoezeer ik het had gewild om mijn moeder te ontmoeten. Dat liedje heet dan ook Stil Verlangen. Dat ging daar dus over en verder. Ik heb nog uiteindelijk een liedje geschreven. Dat gaat over er content mee zijn dat ik geadopteerd ben, dat ik hier ben. En dat het, als je al een donkere periode niet doormaakt, dan weet je ook niet hoe het is om het om geluk en vreugde te ervaren. Mm-hmm. En dat ik blij mee ben dat ik die rootsreis heb gemaakt, zodat ik weet wie ik ben en... Een heel deel van mijn achtergrond heb. En dat me dat rust brengt en ontspanning en balans. Dus dat is een liedje daarover. Weer een ander liedje eigenlijk. Ik vond het heel erg moeilijk om te praten over mijn adoptie. Of überhaupt over mijn gevoelens. Dus daar gaat dat liedje over van... want ik had blijkbaar een soort van angst of zo. Ik weet niet zo goed wat daar zat. Maar door er vaker over te praten, zeg maar... verdween die angst als het ware. Mm-hmm. En daar gaat dat liedje over, dat het oké is. Dat dingen niet gaan zoals ik het voor ogen heb. En ik me heel graag wil uiten, maar dat ik de woorden er niet voor heb, dat is oké. Dus dat is een ander liedje. En even denken hoor. Ja, oh ja, ik heb ook nog De Ster geschreven. Die gaat over het missen van je ouders dus. Dat is een soort een beetje een metaforisch liedje geworden. En dat heb ik nog meer geschreven. En dat was het, denk ik. En die liedjes, die heb je gespeeld voor je ouders hier? Nee, eigenlijk nog niet. Oei. ze hebben het alleen nog via social media gezien. Oké. Okay. Dus zij zullen ook nog wel een reactie daarop hebben. Een emotionele reactie verwacht, zou ik zo zeggen. Omdat zij toch wel het verhaal van zo dichtbij. Ja. Want ik denk dat jouw plaat ook heel veel mensen gaat raken. De mensen, ja, want er zijn in Nederland heel veel geadopteerde kinderen die met exact dezelfde vragen rondlopen. Sommigen hebben die wel kunnen beantwoorden, sommigen niet. En wat ik al zeg in het begin, er zijn geen liedjes hierover. Er zijn geen... Nee. Zijn wel verhalen, hè? Want je vertelt al voordat we begonnen met opnemen, er zijn natuurlijk tv-programma's over. Die zijn ook altijd vol emotie. Ik hoef ze niet te zien persoonlijk. Ik kijk andere tv of bijna geen tv, zou ik zo zeggen. Oké. Die muzikale reis die zij in die 10 liedjes zijn te gaan beleven, zullen we op heel veel raakvlakken denk ik wel gelijk liggen. En mensen die erbij betrokken zijn, dus zowel de kinderen als misschien wel de ouders, laten we wel heel erg... hetzelfde verhaal kunnen meenemen of zo. Ondanks dat ze vanuit andere landen komen, vanuit andere plekken in de wereld. Hè, de adoptieverhaal blijft bij veel mensen hetzelfde. Dus dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Ja. En je kunt ook geadopteerd worden in eigen land. Dat kan ook, hè, natuurlijk. Mm-hmm. Maar dan zeg je van, dan heb je 10 liedjes gemaakt. Mm. En dan zeg je van, ja, nou, die optredens wil je eigenlijk wel tot daar een album van komt. Mm-hmm. Maar je bent eigenlijk totaal niet zelf in de muziek scene daarin. Ja, wel steeds meer geworden eigenlijk. Tuurlijk. Maar hoe ben je dan bij Voor de Kunst terechtgekomen?
toen ik vorig jaar had bedacht om de muziek te willen opnemen, had ik contact gelegd met de producer waar ik nu mee samenwerk, Erwin Tel. En nou ja, we hadden natuurlijk begroot van, joh, hoeveel studiodagen hebben we nodig? En toen hebben we daar natuurlijk een prijskaartje aan gehangen. En toen dacht ik, ja, ik wil dat gewoon goed doen waar ik tevreden over ben. Maar goed, dat prijskaartje was vele malen hoger dan ik in gedachten had. Dus toen dacht ik, dan moet ik iets anders verzinnen. En dan ga ik aan crowdfunding beginnen. Want dat had ik wel eens eerder gedaan voor het kinderthuis in India. En dat werkte heel goed. Maar niet bij Voor de Kunst, neem ik aan. Voor de Kunst, inderdaad. En toen heb ik daar met Erwin over gesproken. En toen kwam Erwin met het idee. Want ik had zelf ook wel wat gekeken naar Kickstarter. En Voor de Kunst trouwens ook kwam langs. Maar dan zag ik dat je dan een bepaald percentage moet afdragen. En toen had ik toch eigenlijk liever voor mijn eerdere platform gekozen. Kenta heet dat. En toen zei Erwin tegen mij, ja, maar als je niet haalt, dan vraag je gewoon of je moeder, zeg maar, gewoon je daarbij ondersteunt. Dus dat heb ik van tevoren gewoon aan haar gevraagd. En dat wilde ze doen. Dus het gat dat er was, kon opgevuld worden. En op die manier, naast alle donaties, zeg maar, heb ik het doelbedrag kunnen halen. Mm-hmm. Want dat was mijn grootste angst. Van ja, maar als ik het niet haal, dan krijgen alle investeerders of donateurs hun geld terug. En dat vind ik helemaal zonde van de energie en de vraag. Dus vandaar. Ja, voor de Kunst, voor de mensen die het niet weten, is gewoon een groot Nederlands platform die inderdaad gewoon eigenlijk alle kunstrichtingen in Nederland kan ondersteunen. Daar kun je een crowdfunding op beginnen. Voor hun moeite betaal je een kleine fee. Ja. Dat is een introductiefee, volgens mij €125 of zo. Ja. En daarna krijg je nog een percentage van de opgehaalde 7% of 8%. Ja. Het heeft ook met de bankkosten te maken en hun regelingen, back-end, dergelijke dingen. Ze hebben ook een heel mooi pand. Ik ben volgens mij 2 keer daar geweest. Oh, wat leuk. Voor een ander project en één toevallig moesten we voor bevrijdingsfestival daar zijn. Mm-hmm. Zij regelen ook heel veel subsidies. Daar zijn ze ook mee bezig. Dus eigenlijk ook met het dat jij niet als eenling naar de provincie hoeft te gaan en hoeft te gaan zeggen van, hé, ik heb geld nodig. Mm-hmm. Dat doet Voor de Kunst ook. Dus ja, tot zij daar een percentage voor vragen, is dan ook wel reëel. Maar zoals jij al zegt, van ja, het is natuurlijk wel een risico. Een risico wat je daarin in draagt. Ja. Maar welk streefbedrag had je neergezet? €7500. Dus dat is nog een niet extreem hoog bedrag voor een album. Nee, ja, klopt. Een bandalbum kan soms veel hoger uitvallen, mensen. Mm-hmm. Maar nou, het wel een risico wat je niet zomaar in één keer even haalt. Nee, zeker. Wat heb je dan toen gedaan? Want ik ben het gewoon tegengekomen toevallig door op die site te scrollen. Ja, geweldig. Maar hoe heb jij het aangepakt dan om die crowdfunding succesvol te laten zijn? Samen met Erwin en Desiree. Desiree is mijn zangdocenten, hebben dus een heel goed filmpje in elkaar gezet. Dat schetste over de relatie tussen mijn muziek en het adoptieverhaal. Mm-hmm. Ja, daardoor weer ik getriggerd. Ja, waarschijnlijk, ja. En nou ja, dan vervolgens, als die crowdfunding eenmaal loopt, zeg maar, dan gaat het erom dat ik mensen enthousiast maken over de crowdfunding. Hè? Waarom doe ik het nou en welk doel beoog ik ermee? En om daarmee mensen te overtuigen. En ik heb ook altijd heel nadrukkelijk gezegd dat ik wil dat mensen doneren omdat ze het mooi vinden of heel graag willen dat het er komt. En niet dat ik er niet op zat te pushen of zo van, joh, je moet doneren. Nee. En geld binnenhalen of zo. Nee, helemaal niet. Dus ik heb veel op social media met leuke acties gepromoot. Leuke tegenprestaties bedacht. En hier en daar wat optredens, events georganiseerd. Geflyerd ook nog. Oké. Ja, dus er zat heel veel werk in. Maar het beloonde wel. Ik vond echt een van de leukste dingen. Buiten het feit dat ik die events niet heb meegekregen of dergelijke. Mm-hmm. Jouw thank you note. Gewoon een heel leuk plaatje. Met daar op hand geschreven. Oh, ja, klopt. Alle namen. Ja, ik vind dat, het kost niks. Ja. En mensen vinden het gewoon heel fijn om in ieder geval ergens bedankt te worden. Mm-hmm. En dan terecht ook, ja. Ja, en omdat je ze ook nog eens een keer bij elkaar zetten, zien mensen ook dat ze niet alleen zijn. Ja. Hè, want je kunt inderdaad ook gewoon allemaal losse post-it memo's maken. Ja. Van, hey, dankjewel. Mm-hmm. Maar op deze manier krijg je ook weer die samenhang, tot mensen inderdaad weer die samenhorigheid of zo voelen. Oh ja, ja.
zeg je wel. Ik weet niet als dat de insteek was, maar dat, zo kwam in ieder geval bij mij over. En, ja. Nou, fijn om terug te krijgen. Ik had ook gewoon alles bij elkaar wat ik verzin natuurlijk. Maar dat zijn wel van die dingetjes waarvan ik denk, ja, dat is wel super slim gedaan. Ik hoorde toevallig gisteren Lakshmi in een podcast praten over haar crowdfunding. Mm-hmm. Tot ze sleeves heeft gemaakt. Gewoon cd-hoesjes met daarop gewoon pre-order. Ja. Ja, die sleeves kosten niks. Dat cd'tje wat erin gaat, dat kost geld. Mm-hmm. Maar die sleeves zelf, ja, als je er 100 van laat drukken, dat kost een paar euro in mijn wel. Mm-hmm. Ja, super slim natuurlijk, als je die gaat verkopen. Cool. Dat ga ik alle twee niet gebruiken in de komende campagne, denk ik. Maar wie weet dat er nog een keer van toepassing komt. Ja, zeker. Dan onthoud ik het. Je hebt nu het streefbedrag behaald. Mm-hmm. Wat is dan nu ongeveer de tijdlijn? Want we zitten nu in maart. Ja, Erwin en ik plannen een aantal zondagen in de maand. Dus deze maand 3 zondagen, want ik heb daarnaast een fulltime baan. Dus we gaan het niet in één rits opnemen, zeg maar. Mm-hmm. Dus we hebben het uitgestippeld tot aan de zomer. En dan hoop ik dat alle studio-sessies erop zitten. En dat we dan het album kunnen persen. Dus dat is oktober, november, tot die ongeveer kan verschijnen? Ja, dat... Ja, ik wil het heel graag in het najaar publiceren, omdat ik, het is niet een heel luchtig album of zo. Mm-hmm. Dus ik denk als we allemaal de winter ingaan. Hier nog een lekker zwaar verhaal. Veel ja, plezier. Precies. Ja, daar kunnen de mensen van genieten, denk ik. Dus dat is de reden ervan. Nou, qua sfeer klopt dat inderdaad wel. Een stuk beter natuurlijk dan net voor de zomer uit te brengen. Ja, maar wat gaan we dan horen op het album? Want je zegt, het zijn 10 nummers. Mm-hmm. Gewoon jij en de gitaar? Of heb je ook nog... Het verschilt. Soms zijn de liedjes ook best wel groot aangekleed met wat drums of wat synthesizers. Een elektrische gitaar of een piano. En... andere liedjes wel vrij intiem gemaakt. Dus alleen de gitaar en mijn stem. Ja. Oké. Kunnen mensen je nog helpen? Kunnen mensen nog doneren, pre-orderen? Of hoe heb je dat opgezet? In principe is de crowdfundingsactie afgerond. Maar mocht er iemand zijn, dan kunnen jullie altijd contact opnemen met mijn e-mailadres. info@lisahansa.nl. Ik zal het linkje in de show notes erbij zetten. Ja, top. Dus of dat je iets in een andere vorm voor mij wilt betekenen of voor de muziek. Dan kunnen we altijd samen naar de mogelijkheden kijken. Daar sta ik altijd heel erg open voor. Eigenlijk niet. Er komt een albumrelease aan, maar dat moet ik ook nog uitstippelen. Ja. De locatie, tijd. Ja, het is nog pas 1,5 jaar, dus tijd zat. Ja, dus maar verder niet. Nee, ik focus me volledig op het artistieke proces nu. Ja, en ga je mensen nog meenemen in dat verhaal, in het artistieke proces? Of ga je gewoon lekker stil zijn op socials en... Ik wil mensen er wel bij betrekken, inderdaad, via Instagram of wat dan ook, hier en daar een foto of wat liedjes. En of ik echt de demo's eruit wil doen van de pre-producties die we maken, dat weet ik niet of ik dat wil. Maar ik laat het sowieso horen aan mensen die heel dicht bij mij staan. Ja. Ik zal je socials ook even gewoon in de show notes erbij zetten, zodat mensen je kunnen liken en subscriben. Heel graag, want het is de bedoeling inderdaad dat ik nu een goede fanbase ga opbouwen. Ja, want jouw verhaal buiten het adoptiegedeelte, het muzikale gedeelte, is zo anders dan tot ik als manager zou leren of zou adviseren in een muzikaal proces, omdat je inderdaad gewoon niet die background daarin heb opgebouwd. Ja. Ja, als je gaat spelen, dan krijg je fans en dan bla bla. En jij begint gewoon, dit is mijn plaat en nu gaan we verder kijken, zeg maar. Ja, dat klopt. Het is echt een... ik doe maar wat. Dat is juist niks. Daar is helemaal niks mis mee. Het is juist super tof dat je dat op die manier doet en wilt inzetten. Mm-hmm. En met een succesvolle campagne heb je natuurlijk ook wel iets om een verhaal mee verder op te bouwen natuurlijk. Hè? Want het helpt natuurlijk wel. Als er succesvol staat Absoluut. Bij voor de kunst. Ja. Dat vindt iedereen fijn. Dat geldt voor iedere Kickstarter of Indiegogo campagne. Mm-hmm. We hadden recentelijk eentje met United Metal Minds. Daar kwamen we tot de helft. Dat was gewoon een heel ambitieus plan. Mm. Dat plan wordt gewoon doorgezet. Maar we gaan een tweede gedeelte gaan proberen op te halen door weer een volgende campagne te starten. Zeg maar, zodat in ieder geval wel de productie mogelijk is. Mm-hmm. De kosten die nu betaald zijn, zeg maar, zijn wel pre-productie en dergelijke dingetjes. Ja. Dat is een beetje de insteek van hoe ga je dat ook als artiest. Zijn naam is wereldbekend door de hele scene heen. Alle landen kennen hem en dan moet je ze ook gaan promoten op al die landen. Mm-hmm. Ja, als je met een team van 3 bent, is dat
bijna onmogelijk. Ja. Maar ja, we zijn wel ver gekomen. Volgens mij was er iets van 17.000 euro uiteindelijk op de ding. Maar wel iets van 25.000 euro nodig. Okay, dus ja. Dan ben je nog wel een van je doel af. Ja, jongen, jongen. Maar ja, dat is in ieder geval een heel andere insteek en een andere gedachtegang daarachter. Want ik vind het gewoon heel tof hoe jij dat zo hebt opgezet. En tot, wat leuk. Ja. Ik hoop dat in ieder geval mensen die dit verhaal hebben gehoord, je gaan volgen. Mm-hmm. Dadelijk je plaat kopen als ze het nog niet hebben gedaan. Maar ik gok dat de meeste mensen het nog niet hebben gedaan. Mm-hmm. Over het algemeen zal dat kloppen. Met 18 miljoen Nederlanders. maar die straks wel je muziek gaan luisteren. Ik hoop het ook, ja. Ja, ik ben benieuwd hoeveel jij gaat optreden. Mm-hmm. Tussen alle bedrijven door en alle druktes door. Ja. Maar ik denk dat je wel op hele speciale plekken kan komen. En ook cool. Je verhaal inderdaad heel echt erin. Doordat je verhaal er zo in te betrekken, inderdaad ook wel heel veel mensen heel erg kan raken inderdaad met deze reis en deze vorm van wat je hebt gedaan. Mooi. Mooi om terug te krijgen, ja. Ja. Ik denk dat we hem hierop afsluiten. Lijkt me tenzij goed. Jij nog zegt... ik wil nog iets pluggen, iets vertellen. Iets vertellen. Iets over veiligheid, iets over muziek, iets over India. Nee, ja, ik hoop gewoon dat mijn muziek zoveel mogelijk mensen bereikt. En dat het hun ook een soort van troost geeft of zo. Omdat het mij ook troost heeft gegeven. En dat vind ik het allerbelangrijkste. Ja. Ik moet toch nog even één plug maken. Kijk. Ja, ik moet dat ergens zeggen. In iedere podcast moet ik dat gewoon even doen. Mm. En het was niet handig om het tussendoor te doen. Ja. Voor de mensen die dat meteen luisteren, omdat dit op, welke dag is vandaag? Zondag 10 maart online komt. Meteen luisteren. Dinsdag 12 maart is er weer een Shark Sessions live. Dit keer in Café de Haas in Voerendaal met Ethan Huis. Daar gaan we ook weer een podcast van maken. Dus die kunnen jullie deze week nog verwachten. We hebben een hele drukke week, maar dinsdagavond moet die gewoon online kunnen, denk ik, hoop ik. De show is natuurlijk weer gewoon gratis bezoeken. En dit keer hebben we ook weer een support act mee. Zijn achternaam weet ik niet. Zijn voornaam is Jeffrey. Een Duitse straatmuzikant. Die toevallig ben tegengekomen tijdens de vorige Shark Sessions Live. Die pakte zijn gitaar gewoon tijdens de show en die begon gewoon te spelen. Die zegt, mag ik voor een keer bij jou spelen? Nou ja, natuurlijk geen probleem, doen we graag. Dus iedereen die daarheen wilt komen, dat kan dus op dinsdag 12 maart vanaf 8 uur in Café de Haas in Voerendaal. Maar aangezien deze podcast zo dicht op deze show zit, wil ik ook alvast aangeven dat we weer een volgende show hebben geprogrammeerd. Dat is namelijk in april, weer de tweede dinsdag van april. In dit geval gaan we een paar meter verderop zitten in de Nieuwe Nor, in het café van de Nieuwe Nor in Heerlen. Met One Word, een Amerikaanse rapper. Een heel ander iets dan dat Ethan Huis gaat laten ten horen brengen. Maar het wordt weer een hele toffe show de tweede dinsdag van april. Ik denk dat 9e is of zo, 8e. Zal rond die koers zijn. Ik zal de show ook onderin de show notes alvast erbij zetten. Want daar zijn jullie natuurlijk ook gewoon welkom. En daar gaat Brolin uit Roermond de support voor zorgen. Dus dat zijn weer twee hele toffe shows vanuit Shark Sessions Live die op het programma staan. En iedereen is daar natuurlijk welkom bij. Dan wil ik jou bedanken. Ja, jij ook bedankt. Tot ik hier mocht zijn in het hele zonnige, regenachtige Utrecht. Helaas wel, ja. Vandaag wel. Volgende keer is het weer zonnig als ik hier ben, denk ik. Ja, wees vooral welkom om nog een keer terug te komen. Ja, ik vind het een super tof gesprek en dankjewel dat je zo open wilde zijn over je adoptie en over je muziek. En voor iedereen die dus benieuwd is, ga haar liken op alle platformen en volg haar verhaal tot na de release. Want dan heb je in ieder geval alles meegekregen. Dankjewel voor je tijd en tot de volgende Shark Talk. Doei!